heeft de proeftrek om te kijken of dat de afstelling van de wagen een mooie wedstrijd zou kunnen gaan opleveren. De eerste die dat hier mag gaan doen is Paul Beniers. Al knok van misschien te luisteren naar de naam Cobra XL. Maximaal toertal 2700. En dan moet langzaam brood in te doen om alles op druk gezet worden. Stoken, gestoken, gestoken. Laten we eens kijken of de afstelling overeenkomt. Dat die nog een keer terug gaat komen, dat vraag ik af. En daar ligt het, ik denk, helemaal gedomineerd in de topklasses. Gaat hij hier aanhaken voor een proeftrek? Volgens mij zijn die kleine 40 punten los, daar. Het is ongekend. Ik ga het even voor jou nakijken, want ik kan het hier in detail zien. Hoe zijn jullie in 20 en 9? 32 punten los. 20 punten voor de overwinning. En op zo'n rug en op borste concentratie. Ik zal er nog veel meer over vertellen, maar een ontsteking, een bougie. En als ze daar de noodstop slaan, is de vonk weg en dan doet hij het ook niet meer. Dus dat zijn de drie connecties achteraan zo'n machine, Erik. Hè? Nou, had ik zoveel gezegd, joh, maar we leggen er eerst weer bij dat terug. Ja, moet je kijken, daar staat de vijfde bal uit de Rijsbergen. Gaat zijn triad op toe en gaat proberen ook die 110 meter zon te maken. Misschien wel 70 kilometer per uur rijden. Omdat hij veel harder rond moet gaan om toch hetzelfde grip te pakken met die hele fijne nochtjes. Kortom, qua motor op dezelfde wijze, maar qua versnellingsbak en banden op een totaal unieke manier. De slijpwagen wat lichter gaan zetten, ik ga dat eens even vragen en dan gaan we ze zo goed zien. Gaan wij hier optoeren terwijl er nog even een gesprek is met de wedstrijdleider hier aan de lijn van de kant van de Vent. Luister op naar de naam Vent Rock. Eerst Johan de Visser en dan snel naar jouw kant, Erik, voor de uitleg van Maastricht. Als de witte rook verdwenen is, dan moet hij langzaam naar zwart toe gaan. Vlammetje boven de uitlaat zie je af en toe verschijnen. Stoken, stoken, stoken. En dan voor maximaal op zijn thuiswedstrijd, de Rappini! Green staat op voor Poel, Bert Romans op voor Poel, 106 meter voor Bikes. Dat zijn de drie finalisten voor de heden. De Red Bunny 87-58, versnellingsbakschade en oude 361, 13 rennen om uit de baan. Cobra XL 93-30 en het draait gedeelte uit de motor. Jongens, mag ik zeggen, wat een slagveld hier in Aardenkerken in de 3,6 supersport. En dan eens kijken of dat we dat met zo'n ranke kort 9600 wel recht langs het lijntje, zoals we eindelijk nieuws dat het als eerste deed, kunnen laten zien. Ofwel gaan we naar Halsteren gaan in de combinatie Blue Tiger.
licht eronder. Terwijl wij aan deze kant gaan kijken naar een combinatie die tot aan de wedstrijd in Stroet dit jaar. Want het Europees kampioenschap Truke Tractorpooling is dit jaar in Nederland. De titel Europees kampioen in deze klasse mag dragen. Afkomstig uit de Achterhoek, afkomstig uit de Voorst is het deze Proud Eagle, Reinier Sundermeijer. Kijk naar die startplek. Helemaal aan de linkerkant van de baan. Gaat de groene aanvaller nogmaals proberen. Oeh, die moet dan onder de 10 meter. Dat doet de reden voor de competitie. Hier voor ons. Vijf gaan finale rijden. En wij hebben 5 wijsdrijvers, dus die rijden niet voor de competitie, maar wel voor de bekers. En de eerste daarvan is deze grijze John Deere. Ofwel gaan wij kijken naar een optoeren, naar een interessant proces van de combinatie van Unschroet Motorbanks uit Halsteren. Dat is een ultieme uitlaatklep samen met een aantal zeer trouwe teammaten in ieder geval onderling. Deze combinatie aan het lopen heeft, want de afspraak was, hij heeft lang dat hij nog niet in zulke mooie kleuren stond. Toen zei Jan altijd, hij moet eerst goed lopen, dan ga ik hem spuiten. En het feit dat hij gespoten is, dat brengt ons verwachtingspatroon opnieuw terug naar boven bij Jan Kins en de klik op de bijters. En zijn er een hier in Aartsenkerk het Hilversport. Of dat tennis was daar niet, is nu weer wel aanwezig. Ik wil het vertellen, blijft ons niet zoveel bespaard, want bij die demo's hebben wij ook nog beide nieuwe rijders op zitten, dus nooit gereden. Erik van Opdorp was de man die hier reed bij de Russian Roulette itself. Aan deze kant kijken wij naar de combinatie Kloofal. De T7's. Je zag aan het begin Peter Drecht hier staan. Het beetje toeren. Nu vol onderin. En daar ging hij ook. Blijft natuurlijk moeilijk. Maar wel in ieder geval die 100 meter van de rolstoel. Ik kreeg van dus fors opgevoerd. En die geeft dus ook dat hele zware geluid. We gaan ze straks zeker nog terugzien. We gaan nog heel veel verschillende motoren zien aan de andere kant. Ja. Ja, want als het gaat over die ontstekingen en dat storen, over dat geluid heen, tot hoeveel volt gaan we? 30, 40.000 volt? Ja, zoiets zeker. Met die ontstekingen en dat heeft zo'n enorm magnetisch veld, dat ook al sta je hier met de beste geluidsapparatuur, zeker als dat dan onder je klep nog een keer staat te vertrekken, ja, dan hou je dat daarmee in ieder geval eventjes niet heel de zorg logischerwijs teruggedraaid. Ja, en hoe kan een versnellingsbak staat op 91 punten? Die Blue Tiger op 90, de Red Bunny op 90, de Groene Aardbei 89 en Buiksteken op 80. Hoe spannend wil je het hebben? Dat bedoel ik. Er staat een Volkswagen Jetta, ongelooflijk verkeerd. En het kenteken 45 PPL7. 45 PPL7, Volkswagen Jetta. Graag eventjes verwijderen. Een zwakke, volgens mij.
blijven in de competitie, trapt de finale af. 1 centimeter meer mes, middenmes onder de sleutel. En voor de technici 4 ton meer poes wel op de sleutel. Dennis Valling en hier staat een zwart-wit gebokte vlag. Die is goed voor de eerste plaats tot op heden. Gesteld door de jongleren gaan we met een vent en een team aan de slag proberen te maken op dat zwart-wit gebok. Here we go, vet run! Dat zou zomaar eens kunnen. Blue Tiger, die alles die het beste uit zichzelf naar boven haalt. In staat is om zulke mooie dingen te laten zien. Hoe mooi kunnen 9600 stijlen. Net mooi breed genoeg om hem vlak aan de ketting te zetten. Maar wel mooi hoog rang gehouden. Kortom, voor de liefhebbers een prachtige machine. Die dan ook nog eens een keer in staat is tot hele mooie prestaties. Want anders zou hij natuurlijk geen onderdeel van deze finale uitmaken. Kortom. Bert Romans heeft de weg gewezen naar 104,59. En zou daar deze vat nog iets aan kunnen toevoegen. Zou je alle punten van het moment doen. Van de andere kant moeten we wel de beste opties zoeken waarmee wij de strijd kunnen aangaan. Sleepbaar opnieuw veranderd. En we kijken eerst naar Renier Sundermeijer, de man uit Post. Brad Eagle heeft zijn versnellingsbak, denken wij, onder controle. Kijk eens wat een dikke mooie pluim daar gejaagd wordt. Start voor elkaar. Kant gaan wij kijken naar degene die het dit seizoen al meermaals heeft laten zien. Op moeilijke baan op ongekende wijze uit de voeten te kunnen. Maar kan hij dat hier gaan kopiëren? De combinatie die Bruno aanduidt met zijn speciale banden. Dat is deze moeilijke baan. En vindt dan.